Via mijn Facebookpagina kreeg ik een bericht over het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Als ik die link aanklik, krijg ik de volgende Facebookpagina te zien. Zo, kijk hier. Security alert, this link may not be safe. Goed, terug naar de vorige pagina. Dan gaan we via Google gaan we naar het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Meldpunt Oost-Europeanen. Hier hebben we het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Daar gaan we eens naartoe. Dan zie je deze pagina waar je anoniem je verhaal kunt houden over iemand waarvan je vindt dat hij of zij dat je daar last van hebt. Dat moet je niet doen. Je kunt wel melden dat je last hebt van de PVV. Waar ik op kwam is hier geertwilders.nl. Hier rechtsonder. En als je daarop klikt, dan kom je op de website van deze man. En deze man belazert de kluit. En niet zo'n beetje ook. Want hier staat dus een op artikeltje van 5 januari 2012. Dat artikel waarin hij dat beweert staat volgens deze website op de Washington Post website. Nou, klik. En wat gebeurt er dan? De Washington Post laat weten dat de pagina niet bestaat. Dan ga je kijken of Geert Wilders überhaupt genoemd wordt in de Washington Post. En wat zien we dan? Geert Wilders wordt genoemd in een artikel waarin hij de Europese Commissie laat weten dat ze zich met hun eigen zaken moeten bemoeien, omdat er kritiek is op zijn website. Nog een artikeltje van een dag eerder, 14 februari, over hetzelfde probleem. Dus meneer Wilders belazert hier de kluit, en niet zo'n beetje ook. We gaan nog even terug naar de vorige pagina. Dan kunt u zien, de datum was hier 15 februari, volgens de website van meneer Geert Wilders. Heeft er op 5 januari 2012 een artikel in de Washington Post gestaan. Als het eerste artikel niet klopt, heb ik er al weinig vertrouwen in dat de rest ook deugt. Bedankt voor het kijken. Spread the news.